MVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Veerzien MVV, RTV Maastricht en Keno Media. MVV Telstar eindigde in 0-0. Zeker geen bloedeloze 0-0, want het ging over en weer, hè, Luc? Ja, klopt. Ik denk dat wij een paar dikke kansen krijgen. Ja, ik denk misschien wel 5, 6 echt 100% kansen. Ja, daar moet je gewoon in één van maken. En dan dat is heel zuur om zo met 0-0 thuis van het veld te stappen. Ik denk dat we een acceptabele wedstrijd gespeeld hebben. Tegen een goede tegenstander die in de slotfase van de eerste seizoen zelf behoorlijk wat punten gehaald heeft. Op de vierde plek staat. We hebben dreiging gehad, met name via de zijkanten. Een aantal hele goede voorzetten gezien. Ik denk dat de finishing touch ontbrak. Een aantal kansen gehad en een aantal hele goede kansen gehad. Ja, zeker. Wat een pech in de afwerking, denk ik. Maar ik denk dat we heel gedisciplineerd de wedstrijd 90 minuten volhouden. We geven heel weinig kansen weg, denk ik. En ik denk dat het een goede start is van de competitie. Jammer van de doelpunten die uitblijven. Ja, want je merkt Telstar staat vierde. Op zich geen slechte ploeg, hè? Bode flink tegenstand. Maar je ziet dan toch dat er iets mogelijk is aan het eind van die tweede helft. Ja, zeker. En daar moeten we ook vertrouwen in putten. Dat we die kansen creëren. Alleen heb je er nu niet zoveel aan. Alleen we weten dat ze creëren. Dat is goed. Alleen moeten er wel minimaal eentje van in vandaag. De ploeg heeft vandaag stabiel gepresteerd, vind ik. We hebben buiten het kwartiertje in de tweede helft in de opstart. Dat was slordig. Hè? Dan leek het erop dat Telstar wat dreigender werd. De strijd aangegaan. Redelijke dingen aan de bal laten zien. De controle daarin ook gehad. Onze dreiging gehad. Ik heb een aantal momenten gezien waarvan ik denk, beter kunnen we ze niet meer krijgen. Ja. Hoe ga je nou, want je moet volgende week uit naar de Eagles, lastige uitwedstrijd. Dan was het lekkerder geweest als je meteen die drie punten gestart was, hè? Ja, zeker. Ik denk voor het vertrouwen ook. Als we doelpunten kunnen maken in de eerste wedstrijd, dat we toch met een ander gevoel daar naartoe gaan. We mogen niet tevreden zijn na vanavond, maar wel positief. Laat ik zo zeggen, we strijden voor de playoff plekken. Dus elke wedstrijd die je niet wint is een wezen verlies, hè, zo moet je het zien. Ja. En volgende week is uit naar Go Ahead Eagles. Nou goed, elke week is lastig voor alles en iedereen. Maar uiteindelijk moet het ons leiden. En dan praat ik over, we zitten ergens in maart, april. Ja. Dan moeten we erbij staan. Volgens mij staan we nog een beetje erbij in de buurt. Dus, maar vandaag gaf het elftal een hele volwassen prestatie neer. Alleen het ene waar het spel voor gemaakt is. Mm. Een keer een bal tegen het net schieten, dat doen we niet goed. Even over jou, je hebt debuut gemaakt in de Geuselt. Hoe vond je het? Ja, was mooi. Ja, was lekker om weer te voetballen sowieso. En het publiek stond achter ons, dus dat was mooi. Ja. Ik zie jou in de ene hoek van het veld, een minuut later sta je in die andere. Je moet toch helemaal back-af zijn op een gegeven moment? Ja, ik sta nog net niet te hijgen, maar ik geef 100% voor de ploeg. Dus dat is het belangrijkste, dat we met z'n allen naar de playoffs toe proberen te werken. Ik denk ook dat aan de reactie van het publiek te zien is na afloop, dat zij ook hoopvol zijn met de prestatie die de jongens geleverd hebben. Ja, het publiek is altijd prima hier in Maastricht. En als we verliezen is het teleurgesteld en dan wordt er wel eens gescholden, dat begrijp ik. Maar het team heeft gegeven wat het in zich heeft. En je ziet dat er een aantal pionnen weer terug zijn. Het ook stabieler. Waar wij nu op zoek moeten is het maken van een doelpunt. Nou, daar hebben we moeite mee. MVV TV werd mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Veerzien MVV, RTV Maastricht en Keno Media.